Want als dagbladjournalist heb ik echt talloze, honderden vergaderingen meegemaakt. Gemeenteraden, commissies in Almelo en omliggende gemeenten. En nadat ik gestopt ben bij de krant, heb ik toch gevonden van ik ga nu eens mee op een andere manier met politiek bezighouden. En dat is dus niet de buitenkant, maar de binnenkant. Maar dan het waterschap. Ja, als er nou iets is wat belangrijk is momenteel, dan is het dat wel. Noem eens wat voorbeelden. Het klimaat, de droge zomer die we net gehad hebben. Dit is een van de kerntaken wat ons betreft van het waterschap. Dat we de verdroging tegen moeten gaan. En een tweede kerntaak zien wij schoon water, uiteraard. En droge voeten, want zoals iedereen wel weet, zou ik zo denken, is dat Almelo het afvoerputje is van Twente. We hebben in het verleden grote overstromingen gehad in Almelo. 1946 was de laatste grote overstroming. Daarna heeft het waterschap actie ondernomen en heeft het lateraalkanaal aangelegd. En recentelijk nog de doorbraak. Dat zijn allemaal dingen die mij door de jaren heen hebben geïnteresseerd. En ik zie nog een heleboel uitdagingen voor het waterschap en voor ons als samenleving. Heb jij het idee dat de waterschapsverkiezingen leeft onder de Nederlandse bevolking? Nee. En ik snap het. Hoe vervelend is dat? Hoe vervelend? Nou, dat is niet vervelend. Het is aan ons, de mensen die kandidaat zijn bij de waterschapsverkiezingen, om uit te leggen, steeds maar weer, dat het wel belangrijk is, omdat er namelijk wat te kiezen valt. Wat zijn jouw speerpunten voor de komende tijd? Mijn speerpunten? Wij willen als CDA dat de waterschapslasten niet omhoog gaan. Dat wil zeggen wel met een inflatiecorrectie, maar verder niet omhoog. En dat willen wij bereiken door vast te houden aan drie kerntaken. En dat is dus inderdaad weer de droge voeten, schoon water en de verdroging tegengaan.